Zo hadden we eigenlijk elke dag nieuwe avontuur. Het drijfveer is toch wel altijd het creatieve proces. Zet dat ding weg, weet je. En ze schreeuwen altijd meteen in Amerika. Heel autoritair. Daar kon ik niet zo goed mee omgaan. We hebben gewoon 3 maanden lang geproduceerd. Het is ook eigenlijk licht geven aan de duistere kant. En ja, ik sta liever aan de lichte kant, zeg maar. Nu gaan we vooral komende jaar richten op de States. Het is eigenlijk gewoon een kinderdroom. Dat ik de States verover. Ja, dat is gewoon craziness. Mark Zuckerberg die noemt het heel mooi een belichaamd internet. We gaan niet meer naar platte pagina's, maar we gaan naar plekken toe waar we dingen kunnen doen. Ik vond het gewoon hartstikke gaaf. Ik denk ook dat we in die metaverse ook veel onafhankelijker zijn van bijvoorbeeld traditionele financiële instellingen. Maar het is een nieuwe gedaante van het internet. Ik ben hoopvol dat Facebook niet in staat is om in zijn eentje zo'n heel metaverse te bouwen. Mm. Ik zit in de oog van de orkaan. Ja. En je vraagt mij, kijk eens buiten de orkaan. Ja, wat zal er gebeuren als we gewoon met z'n allen vandaag het besluit nemen om het gewoon maar niet te doen? Constateerde dat ik kroon had en zo'n stofje in je lichaam voor reuma. En op een gegeven moment moest ik dus door die reguliere controle heen van de scans. Mm. En toen zagen ze daar iets. Ik kom wel uit een hecht gezin. Central Point, dat is bekend hoor. Dus dan kan ik je gewoon zeggen, die is verkocht voor 425 miljoen. Ik wilde iets in de fitness doen. En ik wilde niet in zo'n discountketen. We zijn nu aan het onderzoeken of we de Urban Gym Group naar een ander land gaan brengen. Naar 1 specifieke stad. Gedisciplineerd, gestructureerd. Ja. Wat personeel ook vaak prettig vindt. Ik nam heel vaak mensen aan op gedrag en hoe ze omgegaan waren met tegenslagen. Ik kom niet wekelijks in de kerk, maar ik ben er wel dagelijks mee bezig. Mensen die bij mij komen, die worstelen vaak al best wel lang met het aannemen van de verkeerde mensen. Ik heb ook bedrijven geholpen waarbij de groeidoelstelling gewoon ver achterbleef. Omdat ze iedere keer mensen aannamen die ook weer heel snel waren vertrokken. Het kost geld, het kost reten van energie, het frustreert. Iemand kan heel goed passen binnen een rol, maar als hij niet past binnen je cultuur, dan houdt het ook op. Allemaal in pak, daar vond ik wel iets van. De ervaringen die je opdoet, dat heeft gewoon impact en invloed op je vooroordelen. Of AI volledig de mens kan overnemen, nee, dat denk ik niet. Ik ben altijd heel enthousiast en energiek. Is er relatief weinig gezeik bij ons. Ja, we hebben wel een stoelbedrijf en we hebben gewoon voornamelijk een hele goede sfeer. Bepaalde werkzaamheden vallen niet echt bij iemand, vallen ergens tussenin, maar bij ons rapen mensen erop. We doen rond de 25 miljoen dit jaar. Heel veel sportscholen leveren wij ook, dus hebben we ook 5 mensen voor op de weg. Iedereen wil even een snel online score, even wat budget erbij knallen en een influencer wat papotten sturen en wat geld. Retail komt ook steeds meer. Elke dag een beetje beter, dan word je vanzelf de beste, dat roep ik wel vaker. We hebben 20 soorten verschillende eiwitpoeders. Iedereen met zijn telefoon druk bellen en dat en dit doen. Ik zeg, als jij zo over je mensen praat, dan snap ik ook wel dat als jij weg omdat ze geen ruk doen. Dan in één keer goed en gewoon even goed kantoren erbij, sportschool erbij. En dan zit ik telkens te kijken en dan denk ik, ja, dat vind ik mooi. Daar word ik echt blij van. Ik ben professioneel gamer. Professioneel gamer? Ja, ik zeg het altijd, e-sporter. Bij FIFA word ik een van de velen. En bij PES ben ik nu de top van de wereld. Ik leef er wel echt goed van. Ja? Ja. Dan heb ik een gesprek met ze gehad. Ze hebben ze me uitgenodigd om naar Old Trafford te komen. 3 kinderen. Hoe oud zijn die? 4. 1, die is bijna 2. En pas geboren. En er komt nog een baby aan. Gamen maakt een kind eigenlijk beter. Ik heb school wel
wat gespijbeld om te gamen. Ik wil motivational coach worden. Jongeren die professional gamer willen worden, die eigenlijk aanlopen tegen het mentale aspect. Zolang ik het aan kan, wil ik professional gamer zijn. Open, warm, heel transparant en ook wel persoonlijk. Als freelancer doe je eigenlijk alles zelf. En nu bij SMG doe je heel veel samen. Van 24 tot over de 60, dus de 65 en 120 euro per uur. Ik denk dat je daarmee wel het verschil kan maken wat je qua uurtarief uit een opdracht haalt. Verzekeringen, belasting, pensioen zijn dingen die je zelf moet oppakken. Had ik er maar eerder anders over nagedacht. Wat zijn voor mij de voordelen en nadelen? Die mindset, die knop schakelen en ervoor gaan. We'll be right back.